Hey allemaal, een nieuwe week, dus ook weer een nieuw project. Ik heb deze keer iets muzikaals uitgezocht, leek me leuk. Dus als je van muziek houdt of je maakt zelf muziek, blijf vooral even kijken, want misschien is dit wel een project voor jou. Ik hoop dat die net zo leuk wordt als de laatste die ik gemaakt heb. Dat was de Skyline. Was 10 lagen dik, dat was echt veel werk, 6 uur snijwerk. Maar uiteindelijk is die wel super geworden, vind ik zelf. Ik heb ook heel veel leuke reacties gehad en veel duimpjes omhoog, dus enorm bedankt daarvoor. Altijd erg leuk om te lezen en om te zien. In deze video ga ik hem ook weer stap voor stap doorheen. Dus van het ontwerp in Lightburn tot aan het snijwerk op deze Longer B1. Tot aan het assembleren en het verlijmen. Ik ga hiervoor ook weer gebruik maken van deze plaatjes. Dit zijn die timmerplaatjes van 3 mm dik. Zijn me erg goed bevallen. Ik vind die gewoon fijner snijden dan het hardhout multiplex van 3,6 mm. Dat heeft gewoon een iets minder mooie snede. Waarom ga ik de B1 weer gebruiken? Punt 1 omdat het een fijne machine is, maar ook als reden is dat ik een enclosure heb die er overheen past. Ik heb ook de MacPow X5, 33 watt laser, ook een erg fijne machine. Maar die is gewoon net wat groter. Het voordeel is natuurlijk dat je grote dingen kan maken. Het nadeel is dat ik daar geen enclosure voor heb. Dus dan moet ik continu met die afzuiger erbij gaan zitten. Ja, dat vind ik gewoon net iets minder praktisch. Dus zodra daar een enclosure voor uit is, dan zal ik die ook wel aanschaffen of binnenkrijgen. En dan kan ik die gaan testen verder. Maar voor nu dus de Longer B1, 40 watt, zeer krachtige machine. Voordeel is van 40 watt dat je vrij snel kunt snijden. Het nadeel is natuurlijk dat de laserpunt gewoon wat breder is, heb ik al vaker aangehaald. Dit is 0,1 mm, is nog steeds natuurlijk geen heel breed ding. Maar als je kijkt dat die van 5 en 10 watt 0,06 mm zijn, ja dat scheelt toch weer. Dus als je hele fijne details doet, zou ik persoonlijk een 10 watt of een 20 watt misschien nog pakken. Maar 40 watt is echt voor het grotere werk en de snelheid. Nou ja, mocht je het leuk vinden deze video, geef me dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En als je benieuwd bent naar het eindresultaat, blijf dan vooral kijken tot het einde van de video, want dan laat ik zien wat het geworden is. Ik zal weer een index plaatsen, dus als je denkt, joh, ik vind sommige stukjes wat minder interessant, kun je gewoon skippen. Ja, maar het zou leuk zijn als je natuurlijk de hele video gaat kijken. Zou mij ook helpen met het algoritme natuurlijk. Nou ja, ik denk dat we maar gauw gaan beginnen met het ontwerp. En dan gaan we van daaruit verder met de rest. Net als de vorige keer ga ik eerst het plaatje even op maat zagen. Ik heb een stopblokje erop gelegd op mijn zaagtafel. Heb ik hier afgezet op 30,5. Dus als ik hem dan eronder leg, dan heb ik precies 30,5. De reden daarvoor is dat ik het ontwerp ga 30-30 maken. En dat is omdat deze plaat 61 breed is. Dan kan ik precies 2 stukjes eruit halen uit 1 breedte. Dus heb ik 4 plaatjes heb ik nodig voor dit ontwerp. Niet zoveel als de vorige, maar nog steeds 4 lagen. Die ga ik even op maat zagen en dan kunnen we gaan starten met het ontwerp. Ik pak eventjes mijn oordingen erbij. Dan kan ik hem eventjes afzagen. Zo. Nou, ik heb de plaatjes. De stofzuiger uitgaat. Ik heb de plaatjes gezaagd. Dus ook hier een beetje grof, maar dat maakt niet uit, want hij gaat hem toch uitsnijden. En de rest wat er overblijft, dat kleine randje, dat ga ik toch niet meer gebruiken. Dus ik ga even het ontwerp inladen en dan laat ik jullie zien in Lightburn wat het gaat worden. Nou, ik heb het ontwerp hier ingeladen. Het zijn, zoals ik al zei, 4 lagen. Ik ga hem op 30 bij 30 zetten. Dus ik ga deze even, de eerste laag erop zetten. Ik had dus straks heb ik hier op mijn honeycomb bed heb ik wat stukjes triplex gelegd. Dat ik het plaatje precies iedere keer hetzelfde kan uitlijnen. En toen heb ik bepaald dat ik hem op X-as 2,34 moest zetten en Y-as 2,27. Als ik hem daar zet en ik heb hem 30 bij 30, dan moet hij precies passen. Ik zal hem heel eventjes aanzetten. Hij gaat even naar de thuispositie. Dan ga ik even framen.
En dan kan ik zien, hij past er precies op nu. Ja. Dus die ligt goed. Ik ga hem weer op 700 mm per minuut bij 50% doen. Twee passes. Als ik eventjes ga kijken. Deze duurt 43 minuten. Dus hij is wel eventjes bezig. Nou ja, ik ga mijn bril opzetten. Ik ga deze dichtmaken. Dan ga ik hem starten. Ik zal tussentijds af en toe weer eventjes een videootje maken met mijn telefoon. Dan kunnen jullie meekijken met het snijproces. Nou, in totaal gaat het dus iets van 4 uur duren voordat deze klaar is. Dus ja, het duurt wel eventjes nog. Nou ja, ik ga hem starten. En dan zien we hoe het verloopt. Even een stukje filmen. Kijken of je iets kunt zien al. Hij is in de hoek bezig. Je ziet al een muzieknootje. En voor de rest zie je nog niet zo heel veel. Het zijn wel dunne lijntjes, zie ik. Maar hij snijdt het netjes uit. Ik zie weinig zwart rondomheen. Dus de snede ziet er goed uit. Ik had net per ongeluk wat te hard tegen mijn tafel aangestoten. En die ging meteen de sensor ging af. Er zit een valbeveiliging op. En er zit een gyroscoopje in. Op het moment dat je een flinke klap krijgt, ging hij op een alarm. Dus toen ging hij terug naar de thuispositie. Toen dacht ik, joh, ik start hem gewoon opnieuw. Maar toen zat hij net ernaast. Dus je kunt het hier zien. Ik zal het even laten zien. Daar, even kijken. Hier zo. Zie je dat hij net iets te lang zit. Toen heb ik hem opnieuw even naar de homepositie gedaan. Hè? Dus eventjes op de microswitches. En nu lijkt hij wel goed te gaan. Dus ik ga even kijken of het erg is of niet. Mocht het niet goed zijn, ja, dan kan het zijn dat ik deze opnieuw ga maken. Maar het lijkt erop dat hij het gewoon goed gaat nu. En dat je er uiteindelijk niks van gaat zien. Volgens mij is het de binnenste lijn die hij verkeerd had. Dus je ziet gewoon één lijn volgens mij. Dus ja, dat is jammer. Maar ja, dat soort dingen kunnen gebeuren. Ik had hier een lineaal hierin laten zakken. Omdat hij dan net die rand dicht kan maken. Dus die had ik iets hard naar beneden gegooid. Ja, toen ging meteen het alarm af. Nou ja, het werkt dus wel, het alarm. Dat wel. Dus dat is gewoon mijn eigen fout. Nou ja, we gaan het zien. Ik zal nog eventjes een update geven. Eventjes de enclosure openmaken. Kunnen jullie weer zien waar die is. Een beetje groter zetten. Zo. Zoals je ziet is hij alweer een stukje verder. De snede ziet er nog steeds netjes uit. Ik zie bijna geen, of eigenlijk helemaal geen randjes langs de snede. Dat is ook het voordeel van dit materiaal, vind ik. Deze snijdt gewoon wat makkelijker. Het is gewoon wat minder hard dan het hardhout. En dat geeft een mooier eindresultaat. Straks ga ik het ook nog een kleurtje geven. De verschillende lagen. Moet nog even kijken welke kleuren, maar dat bedenk ik nog wel eventjes. Nou, het is weer even tijd voor een update. Ik zal hem eventjes openmaken. Dan kan ik weer een stukje filmen. En dan kun je ook alvast ongetwijfeld zien wat het gaat worden. De vorm begint er nu aardig in te komen. Hij is nu denk ik een hele eind, even kijken. Nou, hij is een minuutje of 15 bezig, dus hij moet nog wel 25 minuten. Maar het ziet er in ieder geval goed uit, het snijwerk. Zo, snel weer dicht, dat alles lekker reukvrij blijft. Nou, weer eens even een kleine update geven. Mijn bril op. Ik zal weer eventjes een videootje maken. Hij is alweer een heel stuk verder. Even kijken, zo. Kun je het goed zien? Hij wordt echt wel leuk, vind ik. Ook best gedetailleerd. Allemaal kleine randjes. En als je dan vier lagen op elkaar krijgt, dan wordt het echt wel een leuk eindresultaat weer. Ik hoop alleen dat die fout die ik gedaan had in het begin, dat niet verkeerd uitkomt. Maar dan gaan we zien. Als hij aan het einde weer bij het begin komt, of het dan een beetje aansluit. Maar ja, nogmaals, mocht ik denken, ik vind het niet mooi, dan kan ik hem altijd nog even een nieuw plaatje zagen. En dan kost het me 40 minuten extra. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Nou, het lijkt erop dat hij zich goed hersteld heeft.
Volgens mij past het allemaal weer mooi op elkaar. Waar die gestart is en waar die nieuw is. Ik zal eventjes een update geven. Even deze even iets aan. Zoals je kunt zien is hij nu aan de voorkant bezig. Hij geeft aan dat hij nog een minuutje of 8 moet. Dus ik denk een minuutje of 5 in totaal. Want ik heb hem opnieuw moeten starten, hè, zoals ik al eerder zei. Je kunt het niet zo goed zien omdat de laser nu ervoor zit. Maar het ziet er allemaal netjes uit. Zodra die dadelijk klaar is. Oh, nu gaat hij een beetje naar links. Ik zal nog even een stukje filmen. Kijk, nu kun je hem beter zien. Nu staat hij helemaal achterin. Ziet er allemaal netjes uit. Nou, zodra die klaar is, zal ik hem eruit gaan halen. Laat ik jullie zien hoe het geworden is. Nou, de eerste laag is klaar. Ik ga hem eventjes eruit halen en kijken hoe het geworden is. Ik zet eventjes de laser uit. Dan hebben we iets minder herrie. Ik zet hem eventjes iets naar achteren. Dan ga ik kijken of het allemaal losgekomen is. Nou, zo te zien is het allemaal netjes losgekomen. Even kijken. Hier zit een stukje nog en hier nog. Even die rand eraf halen. Zo. Hier zit nog een klein stukje in. Die moet ik eventjes eraf halen. Kijken waarom die nog vast zit. Dus een heel klein puntje hierachter, zo. Nou, volgens mij... Oh, hier zit nog een klein dingetje in. Die zal ik er even uithalen. Een klein driehoekje. Die zit aan de achterkant vast, denk ik. Nee, hij is er al uit. Even kijken. Voor de rest is hij goed. Ja, je ziet hier. Deze ga ik even afhalen, deze ook. En hier. Hier was het even misgegaan. Ik weet niet of je het kunt zien. Hier zit een klein openingetje. En deze zijn iets smaller nu. Hier ook. Omdat hij net er dubbel langs zat. Ik ga kijken of het een probleem is. Ik verwacht van niet. Maar voor de rest ziet hij er allemaal goed uit. En dan ben ik klaar voor de tweede laag. Die ga ik eronder leggen. Ik ga eerst dit even schoonmaken. Want er liggen allemaal stukjes in. En dan ga ik de tweede laag ga ik snijden. Nou, ik heb... De tweede plaat erop liggen. Ik heb hier in Lightburn heb ik laag 2 heb ik, erop gezet en op de goede plek gezet. Hij past er precies op, heb ik al gecontroleerd. Als ik ga kijken, dan kost deze 56 minuten. Dus ik ben weer een uurtje verder als die klaar is. Tussentijds ga ik alweer een update geven en laat ik jullie zien wat de voortgang is. Nou ja, ik ga hem dichtmaken. Mijn bril opzetten en dan ga ik hem starten. Ik zal deze keer niet te hard stoten, omdat er geen alarm afgaat. En dan moet het allemaal goed komen. Nou, ik zal jullie weer even een update geven. Eventjes de bril op en de camera erbij. Hij is nu met de tweede laag bezig. Hij is aan de onderkant bezig. Even zo. Deze laag komt onder die andere laag, volgens mij, ja. De eerste laag is de bovenste laag. Dit is de tweede laag. Nou weer dicht. De stank weg blijft. Hij is nu met de rand bezig, zie ik. Hij heeft aan de onderkant al redelijk wat uitgesneden. Aan de bovenkant nog niet zoveel. Dus hij moet nog wel een tijdje, een half uur of zo, of 40. Ja, 45 minuten, zoiets, 40 minuten. Dus we hebben nog even te gaan. Dus even kijken, hij is inmiddels 22 minuten bezig. Hij moet nog 34 minuten. Dus eventjes kijken. Een videootje maken van de voortgang. Zo. De deur die waait open. Nou, hij gaat nu naar boven. Onder heeft hij al best wel veel detail erin zitten. Het ziet er allemaal netjes uit. Dit is dus de laag die eronder komt. Dus onder de vorige laag. Ook heel gedetailleerd weer. Hier allemaal kleine stukjes. En wel weer een erg leuk ontwerp vind ik zelf.
Nou, even kijken. Hierna nog twee lagen als deze klaar is. En dan is het allemaal uitgesneden. De laatste laag is wat minder. Kun je hier ook zien. Deze die is aanzienlijk minder. En die daarvoor zit is nog wel redelijk gedetailleerd. Dus ik verwacht dat die ook ongeveer een minuutje of 40 zal kosten. Dus we hebben nog eventjes te gaan. Nou, het is weer tijd voor een update. Inmiddels is hij 40 minuten bezig. Hij moet nog 17 minuten, zegt hij. Dus dit was de langste van alle vier. En hier zijn we inmiddels. Eventjes filmen. Nou, je ziet mooi de snaren in het midden. Tandwieltjes. En iedere laag krijgt ook weer een kleur. Dan krijg je een leuk contrast. Nou, hij is inmiddels klaar. Ik ga eventjes de laser uitzetten. Dat er wat minder herrie is. Zo. Kijken of mijn dingetje mijn geluiden doet. Ja, die doet het. Ik ga jullie heel even meenemen. Dan kunnen jullie zien hoe het geworden is, deze. Nou, zoals je ziet is hij erg gedetailleerd. Ik ga hem eruit halen. En dan laat ik hem zien. Even kijken of alles losgekomen is. Nou, dit is allemaal mooi losgekomen. Dus de rest waarschijnlijk ook. Nou, ik haal hem er even uit. En dan laat ik zien wat het, hoe het eruit ziet. Even kijken. Deze even opschuiven. Nou. Hier is die. Even kijken, er zitten nog een paar losse onderdeeltjes in. Die ga ik er even uithalen met deze pen. Dat het er allemaal uitvalt. Hier zitten hele dunne randjes nog in. Hier nog. Even kijken, hier zie ik nog een paar kleine dingetjes zitten. Die haal ik dadelijk even eruit, die zit nog iets vast. Hier zit er nog één tussen. Hier nog. Hier ook nog, het zijn allemaal hele kleine stukjes die er niet zomaar uitvallen. Dat die opgesloten zitten. Zo, hier ook. Nou, je ziet dat nog een paar kleine stukjes hier en hier, die haal ik eventjes eruit als de camera uitstaat. Maar je ziet in ieder geval hoe het eruit ziet. Ik zal heel eventjes de vorige laag pakken. Deze, en die leg ik er even op. Dan kun je al een beetje zien. Als ik een achterkant erop doe, zo, even een achterkant ervoor, dan kun je een beetje zien wat het wordt. Het wordt heel leuk. Nou, ik heb laag 3 heb ik erop liggen. Ik heb hem al uitgelijnd. Hij past er net op. Hier heb ik ook de derde laag al ingeladen. Weer op de goede plek gezet, dat hij precies gelijk staat. En dan ga ik hem weer aanzetten. Even kijken, deze duurt ongeveer 42 minuten. Dus die is iets korter dan die vorige. En de laatste die zal, wat zal het zijn? 20 minuutjes denk ik, gok ik. Nou ja, ik ga eventjes de klep dichtmaken. En dan ga ik de laser even aanzetten natuurlijk. Zo. De bril gaat op. En dan ga ik hem starten. Zo. Nou, en dan kom ik tussentijds alweer gewoon even bij jullie terug met wat voortgangsvideo's. Nou, als je dan daar helemaal klaar is, dan ga ik alle spullen pakken om hem te kunnen kleuren. Ga ik met de airbrush doen. Ik moet de kleuren nog even bepalen. Maar dan ga ik zo wel eventjes kijken. En dan zal ik dat ook weer filmen. Ik zie ook dat het hout wat omhoog komt. Dus ik hoop dat dat niet problemen op gaat leveren met de laserkop. Maar volgens mij kan die daar net overheen. Nou ja, hij heeft nog wel even te gaan. Dus ik kom over een minuutje of 10 of zo alweer even terug met een update. Ik zie, zoals jullie ook kunnen zien. En wat ik al eerder zei, hij is omhoog gekomen. Nou kan het ook zomaar zijn dat er een onderdeeltje onder geraakt is. En dat hij dan niet meer plat kan. Nou lijkt het geen probleem te zijn. Ik zie niet dat hij ergens een dikkere of een dunnere straal heeft gekregen. Ja, want als de afstand verandert van het hout naar de laser, dan kan die ook, de focus wordt dan anders. Dus dan kan het zijn dat die iets breder of iets smaller wordt, maar het lijkt allemaal wel goed te gaan. Dus ik ga er ook niet te veel aan zitten, want dan kan ik alleen maar risico lopen dat die verschuift. En dat is zonde. Dus zolang het goed gaat, gaat het goed. En ga ik er niks aan doen.
Even kijken. Ja, over een minuutje of 10 of zo zal ik alweer een update geven. Dan is hij ongetwijfeld weer een stukje verder. Hij is nu over de hele plaat bezig geweest. Hij moet hier links, hier zo moet hij nog wat dingen doen volgens mij. En het ziet er allemaal goed uit, ondanks dat hij omhoog gekomen is. Nou ja, ik laat hem nog even lekker doorgaan. En als deze klaar is, dan kunnen we naar het laatste gedeelte gaan. En dan is alles uitgesneden. Nou, inmiddels is hij klaar. Ik zal eventjes laten zien hoe het eruit ziet. Zo, eventjes een filmpje van maken weer. Nou, zoals jullie kunnen zien, is alles uitgesneden. Ik ga hem eventjes loshalen om te kijken of het allemaal eruit komt. En dan kan ik de volgende plaatsen. Even kijken, dit is de rand. Nou ja, je kunt zien dat er bijna niks over is. Hij past er maar net op. En ik ben heel benieuwd. Zo te zien is het meeste eruit, een paar kleine stukjes. Die zal ik eruit drukken. Maar het is allemaal goed gekomen zo te zien. Ik zal hem eventjes... Zo. Even die kleine stukjes die er nog in zitten even eruit drukken. Hier is nog een stukje zie ik. Zo. Hier nog iets. Dat kan er ook uit. Hier is er nog een stukje van de tandwiel die eruit mag. Zo. Nou, volgens mij is alles er wel uit nu. Ik zie zo gauw geen dingen meer. Dit is laag 3. Ik zal weer eventjes de andere lagen erbij pakken. Leg ik hem er even op. Zo. Kunnen jullie hier zien zo wat het wordt? Laag 1, 2 en 3 op elkaar. Nou, ik ga laag 4 ga ik even klaarmaken en dan ga ik die uitsnijden. Zoals ik al zei, die is wat kleiner. Ik denk dat die, of wat minder snijwerk, is even groot natuurlijk. Maar ik denk dat die ongeveer een minuutje of 20 zal duren. Ik ga ook daar weer tussentijds wel eventjes wat video's maken. En dan zijn we klaar met het snijwerk. Nou, ik ga eerst even dit allemaal opruimen wat er nog in ligt. Al die kleine stukjes, die zuig ik even eruit. En dan ga ik hem erin leggen. En dan kunnen we het laatste stukje gaan doen. Nou, ik heb de vierde en tevens laatste laag heb ik erop gelegd. Zoals je kunt zien, wat ik al aan had gegeven, is dit wat minder snijwerk. Als ik eventjes kijk, dan gaat hij 19 minuten 42. Dus dat zit in de buurt van wat ik dacht, 20 minuten. Ik heb hem al uitgelijnd, dus ik ga hem eventjes dichtmaken. Laser staat aan, bril gaat op en dan ga ik hem starten. Dan zal ik wel één of twee tussentijdse updates geven en dan is hij klaar. Nou, hij is 10 minuten onderweg bij de laatste laag. 11 minuten zelfs. Hij moet nog 8 minuten ongeveer. Ik zal weer eventjes een update laten zien. Deze laatste laag zit veel langs de zijkant en weinig in het midden. Nou, je kunt zien, links heb je al wat tandwielen en zo. Rechts is hij ook bezig nu. Hij moet hier nog, aan deze kant nog helemaal naar beneden toe. En dan is hij klaar. Nou, hij is inmiddels klaar. Ik ga hem eventjes openmaken. Zo, en dan zal ik jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Deze eventjes ombuigen. Ik zal die even uitzetten. Een beetje herrie minder. Nou, dit is het geworden. De laatste laag. Ook hier zal ik even kijken of die mooi eraf komt. Zo te zien wel. Hier zitten nog wat stukjes in. Zo, even kijken. Volgens mij is alles goed eruit. Ik zal deze even uitzetten. En dan kan ik hem op de andere camera laten zien. Dit is de laatste laag. Even een beetje hoger zie ik. Als ik dan de rest erop leg. Even kijken. Dit. Even recht zetten. Dan krijg je dit. Leuk geheel vind ik zelf. Wat je ook kunt zien. Althans dat hoop ik. Aan de zijkant. Kun je zien dat de instelling die ik nu heb, dus 50% kracht, 2 passes bij 700 mm per minuut, krijg je een mooie snede. Het is mooi bruin. Als ik hier langs ga, zie je echt heel licht zie je een afdrukje, maar bijna niks. Dus dat maakt het wel wat netter.
Je ziet ook dat ik hem echt maar net groot genoeg had gezaagd. Hier zie je dat hij hem net niet geraakt heeft, omdat hij gewoon ja, precies even breed is als die moet zijn. Dat zie je aan deze kant ook een beetje. Hier zie je ook, is de laser is er niet langs gegaan, omdat dit gewoon ja, precies te breed is van het werkstuk. Nou, ik ga even alles opruimen. Ik ga dan alles klaarzetten om te kunnen gaan spuiten. En dan kom ik weer bij jullie terug. Nou, inmiddels heb ik alles uitgesneden. Ik zal eventjes laten zien. Ik heb, hier heb ik laag 1, laag 2, laag 3 en laag 4. Hier kun je ook goed zien bij deze, had ik ook met snijden, dat zie je dat het hout ja, niet helemaal recht is. Dat was ook de reden waarom die tijdens het snijden aan deze kant omhoog ging. Staat gewoon, ja, het hout is gewoon niet helemaal vlak. Nou maakt dat niet uit, want straks leg ik hem hierop en dan lijm ik hem gewoon vast. Dus dan komt dat helemaal goed. Nou, de volgende stap is dat ik deze allemaal een kleur ga geven. Wat ik ga doen is, ik heb hier al wat kleurtjes bij elkaar geraapt. Ik ga deze doen, dat wordt de eerste laag. Die wordt heel donkerbruin, een beetje tegen zwart aan. Dus dan krijg ik deze bruine met een heel klein beetje zwart erbij. Dan krijg ik deze kleur, die is iets lichter bruin. Is weer deze met iets minder zwart. Dus dan krijg je een iets lichtere kleur. Dan krijg ik gewoon deze kleur van het hout. En als laatste krijg ik een beetje, ja, dit lijkt een beetje een soort huidskleur. Dan wordt deze met wit. Nou ja, ik ga dat even een beetje mengen. En dan kijk ik of ik de kleuren goed kan krijgen. En uiteindelijk krijg je een, hopelijk een heel leuk geheel. Nou, ik ga eerst beginnen met de kleuren mengen. En dan ga ik hem in de airbrush stoppen. Klein beetje gedemineraliseerd water erbij. En dan ga ik spuiten. Alles voorzien van de kleur. Ik zal hem eventjes opbouwen en je kan zien hoe die wordt. Dit is laag 1. Dan krijgen we laag 2. Dan komt laag 3. En uiteindelijk laag 4. Zoals je kunt zien krijg je een erg leuk geheel. Nou, in de volgende stap ga ik het allemaal verlijmen en dan is die weer klaar. Nou, de vorige laag is nog aan het drogen. Ik ga ondertussen alvast de volgende voorzien van lijm. Dan kan ik die zo erop leggen.
Nou, wij zitten inmiddels helemaal in elkaar. Het heeft al met al toch nog wel een uur of vier gekost met snijwerk. Het zijn maar vier lagen, maar iedere laag is 40 tot 50 minuten aan snijwerk. Dan moest ik hem nog spuiten natuurlijk. Verschillende kleuren moeten mengen. De laatste laag ging niet helemaal lekker met spuiten, want mijn spuit die raakte verstopt. Ik denk dat ik hem niet goed gereinigd had de vorige keer, dus ik moest hem even helemaal schoonmaken. Nou ja, goed, dat heb ik dus vandoor even moeten doen. Al met al is hij wel erg leuk geworden, denk ik. Ik zal hem even een beetje dichterbij houden, dan kun je het goed zien. Gitaar met allemaal tandwieltjes en dingetjes eromheen. Ja, toch wel wat diepte erin, ondanks dat het maar vier lagen zijn. Nou ja, ik vind hem wel leuk. Als je hem ook leuk vindt, laat het even weten met een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. Ik ga er weer een leuk plekje voor zoeken in de schuur. Ga ik hem weer ergens ophangen. En dan zien we elkaar hopelijk weer in de volgende video. Ga ik weer iets reviewen of misschien weer iets nieuws maken. Dat moet ik nog zien. Maar dat zien we dan wel weer. Later!